Dat ik best wel goed ben in rode. Ik ben in Italië. Dat is toch echt niet normaal? Wat een dag. Welkom bij een nieuwe snowshow. Ik ben Christy. En ik ben Ruben. En we zijn in het Oostenrijkse Nauders. En we gaan weer leuke dingen doen. We gaan echt weer hele leuke dingen doen. Let's go. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, we gaan beginnen. We zijn in Nauders. We hebben net de skibus gepakt. Want als je vaker bent geweest in Nauders, dan weet je, het dorp ligt niet bij het Dalstation. Dus je moet een stukje rijden of dus de bus pakken. Maar hoe lang zijn we onderweg geweest? 3 minuten, ik denk max. Ik wel, ja. Dus het is niet heel vervelend, moet ik zeggen. Nou, en het is lekker koud. Het zonnetje komt een beetje door. Ja, dat komt wel goed vandaag, denk ik. Lekker rustig, hè? Oh, het is echt heerlijk. Echt heerlijk. We zijn niet eens heel vroeg begonnen. Er is bijna niemand. En de piste ligt er echt super goed bij. Het sneeuw is goed. En nog van die lekkere ribbels. Dan heb je dus wel het gevoel alsof je de eerste bent. Dus eigenlijk is perfect. We hebben besloten om gelijk naar boven te gaan. 2200 meter. Lijkt het hoogtepunt. Chris, ik moet toch even ingrijpen. Want? Ja, je zei net dat we naar het hoogste punt gingen op 2700 meter. Maar je keek het op de kaart. Ja, ik heb het denk ik zelf net ook al gezien. Ja. Volgens mij gaat die lift gaat die hoger. Volgens mij gaat die naar 2750. Oh, shit. Okay, dus daar moeten we nog een keer heen. Ja, ik stel wel voor dat we eerst de zwarte 18 en dan overgaan naar de rode 17, als ik het goed zeg. Die zag ik net onder de lift liggen, dus die... Er is nog bijna niemand geweest en ik stel voor dat we die als eerste doen en dan gaan we naar boven. Deal? Oké, deal. Nou, nu gaan we dus wel naar het hoogste punt, naar 2750 meter. Yes! En ik zag gewoon een platform, dus volgens mij heb ik daar heel mooi uitzicht. Ik vind nou dat je bijzonder skigebied. Want het ligt aan de Rechenpas en als je hier doorrijdt, dan ja, het is echt zo dicht bij Italië. En je kan ook een combinatiepas nemen, dus dan kan je ook echt een dagje in Italië skiën. En je ziet het ook liggen, ik denk dat jullie het op de camera niet zien, maar ik zie het wel. Schönebel ligt hier echt om de hoek. En leuk, want daar gaan we dus morgen heen. Maar vanaf hier kan je ook Zwitserland zien. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Kijk, nu ben ik in Italië. Schönebel. En als ik nu naar rechts draai, Zweit. Zo, hij gaat lekker, hè? Zo, we gaan rekenen lekker. We zijn het gebied ook weer lekker praktisch aan het verkennen. We zijn helemaal links begonnen. En nu gaan we naar de Geislochbaan. Daar gaan we omhoog. Vind je ook nog een paar leuke rode en blauwe afdalingen. Als je lekker wil carven, dan moet je op de rode 3 zijn of op de blauwe 2. En eigenlijk, misschien zie je het achter, is het gewoon één hele brede afdaling. Hij is echt heel gaaf.
We zijn eigenlijk helemaal aan de linkerkant begonnen van het gebied. Gelijk naar het hoogste punt. En daar vind je ook wel de meeste uitdaging. Skiroute, zwarte afdaling, leuke rode afdalingen. En daarna zijn we doorgeskiet eigenlijk naar het hart van het gebied. Hier kom je ook boven als je de gondel pakt in de ochtend. En hier vind je eigenlijk alle skilandjes, kinderlandjes, funparken, funsloops. En hier voel je ook echt de gezelligheid. We hebben nog een aantal dingen te doen. En één ding daarvan, dat is de dalafdaling. De rode dalafdaling. En ik vind dat zelf een hele leuke afdaling. Maar ik stel voor dat we eerst naar boven gaan. Pakken we nog een afdaling en dan gaan we lekker lunchen. Zo, dat is een mooie hut, hè? Ik vind het altijd heel leuk als je een beetje zo op zoek moet naar je hut. Weet je, dat je zo op de kaart moet kijken en de borden moet volgen. Dat was in dit geval zo. Dus deze is best wel weggestopt. Hij is een beetje weggestopt. Ik heb de burger genomen van het restaurant. Jij twijfelde, hè? Want jij wou eerst een knochie. Ik snap het wel, we zitten natuurlijk dicht bij de grens. Maar, als ik gnocchi op de kaart zie staan, dan moet ik het hebben. Maar aan de andere kant... Toen ging je twijfelen en toen werd er toch een hamburger besteld. En ik denk dat je daar goed aan hebt gedaan. Het vlees is lokaal. Dus dat zit wel goed. Einde van de dag? Ja, bijna einde van de dag. Bijna. Ja, ik wil nog heel graag de zwarte 25 doen. En dan maken we de dalafdaling. Want als je naar Nuiders gaat, dan moet je rodelen. Nou, als je benen even goed wil voelen... Pak hem van boven helemaal naar beneden. Oké, we gaan rodelen. Let's go! Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik vind rodelen echt heel leuk. En ik moet zeggen, en ik denk dat Arjen dat ook wel kan beamen, dat ik best wel goed ben in rodelen. Dus Ruben, ik ben heel benieuwd. Wat goed is om te weten, ik zei net al, als je naar huis komt, dan moet je rodelen. En dat is omdat ze hier een hele lange rodelbaan hebben, 8 kilometer. Dus we kunnen er heel lang van gaan genieten. Chris gaat heel hard. Ik kan me echt niet bijhouden. Maar ik doe mijn best. Leuk, hè? Dit is toch echt heel leuk? Beginnen ga je toch lekker hoor, Ruben? Even op adem komen. Want je gaat heel snel. Ja. Heel hard. Het is ook echt een hele snelle rodelbaan, moet ik eerlijk bekennen. Hij gaat echt hard. Dat was echt heel leuk, hè? Ja, ging echt hard. Nou, jij ging ook lekker, hoor. Ja, ik denk dat het echt leuk is als je dit vaker doet. Kan je het nog harder, wordt het nog leuker. Dat denk ik ook. Misschien moeten we dit gewoon gaan trainen. Rodeltraining. Oh, heerlijk. Maar goed, ik ga even andere schoenen aantrekken. En dan gaan we nog even de skis op. Zo, regelrecht het dorp in. Ja, dat is echt top. Vanmorgen begon ik met, je moet wel met de bus of met de auto naar het gebied komen. Want vanuit het dorp startte geen lift, maar er gaat dus wel een soort van pad, piste, het dorp in. Dus je kan gewoon terugskiën. Ja, ik vind dat heerlijk, dat je skiënd kan eindigen en dat je eigenlijk zo naar je hotel toe kan. En wat heel leuk is hier, misschien zie je het wel, je ziet hier gewoon een ontzettend leuke beginnershelling, kinderland met een fantastische schaatsbaan. Er wordt nog even lekker gesleed. Ja, dat geeft ook wel aan dat dit skigebied echt perfect is voor kinderen. We zitten overigens in het Vaya Hotel. Ja, dat is goed dat je dat even zegt. Het Vaya Hotel. En we hebben onze reis geboekt via Sunweb. En dat is een pakketreis, dus er zit eigenlijk alles bij, je skipas. En dus ook dat hotel. En dit is dus mijn kamer. Het ziet er goed uit, hè? Thank you.
En dat kan goed hier in het hotel. We hoeven niet de deur uit. Ze hebben hier een groot zwembad voor als je met de familie bent. Die is de hele dag geopend, al vanaf 7 uur 's ochtends. Maar ze hebben ook een wellnessbereik. Lekker rustig, sauna, Turks stoombad, zwembad. Daar ga ik gebruik van maken. Het is nog vroeg. Lekker geslapen? Ik ben een beetje aan het wakker worden. Maar dat is helemaal oké. Ik heb heel lekker geslapen. En jij? Ja, ook wel lekker. Een beetje kort. Maar ik denk voldoende voor de dag. Maar ja, we hebben alle ook zo'n bed. We moeten beide met een ladder in. Dus op zich, ik heb echt heerlijk geslapen. En nu gaan we even lekker ontbijten. En dan hebben we wel een andere planning dan dat we gisteren hadden. Gisteren zijn we naar Nauders geweest. Maar als je naar Nauders gaat, ja, dan kan ik je echt aanraden om ook de grens over te gaan. Ik heb even een pistekaartje meegenomen. Hier vind je Nauders. Hier blijven wij. Sorry, hier. En het is echt 10 minuten rijden. En dan ben je in Italië. Bij de Reschenzee en het skigebied Geneve. En Heide-Alm. En daar gaan we dus vandaag heen. En wat ik volgens mij ook al eerder heb gezegd. Als je een skipas hebt voor Nauders, dan moet je wel een speciaal ticket nemen. Voor een aantal dagen. Dan mag je dus ook een dag de grens over. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar eerst ga ik even genieten van dit ontzettende uitgebreide ontbijtbuffet. En daarna gaan we op pad. Zijnig. Welkom in Italië. Ja, leuk hè. En het is een soort van winterwonderland, want het is aan het sneeuwen. Prepareerde pistes en een vers laagje sneeuw. Nou, het kan niet beter beginnen. Geneve is verbonden met Heide-Alm en dat is wel erg leuk. Geneve zelf is niet heel groot. Heide-Alm is helemaal niet groot zelfs. Twee liften. Maar zo samen hebben ze toch 65 kilometer aan pistes. Dus wat gaan we doen? We staan hier nu boven. Je ziet het hier. En nu pakken we de rode 11. En dan hebben we een verbindingspiste, de blauwe 12. En dan een verbindingslift. En dan gaan we hier eens even een mooie afdaling maken. Tijd om te lunchen. Oh ja, ik heb wel zin om wat te eten. En we zijn natuurlijk in Italië. Dus daar kan je lekker eten. Maar in dit deel van Italië vind je wel meer echt een combinatie van Oostenrijk en Italië. Okay. Dus knödel, maar wel extra lekker denk ik. Ja? En goede koffie. Dus laten we wat gaan eten. Ik ga knödels halen denk ik. Lunch, hè? Heerlijke lunch. Ja, dat is wel echt een tip. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je gaat met de grond omhoog bij Heide-Alm. En dan als je boven komt, daar is het restaurant waar we net hebben gegeten. Kan je eigenlijk niet omheen. En nu gaan we dus Heide-Alm verkennen. Dat is niet heel groot. Je hebt een sleeplift. Een kleine korte afdaling. En dan heb je de dalafdaling. En die gaan we nu doen. En ik vind dit een hele leuke afdaling. Dus dat is echt wel een reden om even door te steken naar Heide-Alm. Want die dalverdaling die is lekker lang, speels. Ja, jij hebt hem niet gedaan, Ruben. Ja, je zei net dat het een pareltje is. Ja, het is een pareltje. De buik zit goed vol, genoeg ja, energie. Zonnetje schijnt, sneeuwt nog steeds een beetje. Het is echt winterwonderland. Nou, genieten. Laten we gaan.
je? Ja, dat is echt een goeie. Goed hè? En geweldig dat je zo het dorp inschiet. Nou, ligt dat er is zo inderdaad mooi bij. Ik stel wel voor om weer terug te gaan naar Geneve. Wat een uitzicht hè? Over de Reschenzee. Ik hou niet zo van dit soort verbindingsliften. Maar het uitzicht, het is een panoramalift. Ja. Je doet het een keer, niet meer een keer op een dag, maar het, inderdaad, de afdaling daar is heel leuk. Dus dat is al een pluspunt en dit uitzicht is natuurlijk echt geweldig. Oh, dit is toch echt niet normaal. Ja, dat de zon terug is, het is gewoon een totaal andere wereld. Ja, maar ook de omgeving, en dat zie je ook in Nouders, is dat, ja, je hebt het skigebied, maar er zijn nog zoveel berken die eromheen liggen, wat gewoon, waar geen piste of een lift staat. Het voelt echt alsof, zeker nu, we zijn nu een beetje aan de zijkant van het gebied, alsof je ja, midden in zo'n natuurgebied bent. Pistekaartje erbij gepakt en helemaal doorgestoken naar de andere kant hier. En ik vind dit echt een hele fijne plek. Het is hier rustig en je vindt hier uitdaging, want je vindt hier een aantal soorten afdalingen. De 6, 7, 8 en 9. En die gaan we skiën. Ja, beter kan eigenlijk niet. Echt pit met prachtige uitzichten. Dus let's go. Wat een dag. Oh, wat een dag. Ja, dat kan je wel zeggen. We begonnen met sneeuw en we eindigden met zon. Met hele goede condities. Het was echt een hele goede dag. Ja, lekker, lekker. Ja, ons tripje zit er bijna op. Maar ja, het skigebied ligt aan de Reschenzee. Dus we moeten nog wel even ergens gaan kijken. Maar voordat we zijn omgekleed, heen zijn gereden, et cetera, et cetera. Dus ik tel even tot 3 en dan zijn we er. 1, 2, 3. Tadaa! Ja, de toren die in de stuwdam staat van de Reschenzee. Daarom staat dit gebied toch echt wel bekend. En ik moet zeggen, elke keer als ik hier kom, het is gewoon een plaatje. Hè? Het is echt prachtig. En we hebben geluk met het zonnetje en de sneeuw wat er ligt. En omdat er nu sneeuw en ijs ligt, kan je er ook heen lopen. Dus dat maakt het wel extra leuk. Maar hier was niet altijd de stuwdam natuurlijk. Hier heeft eerst een dorp gestaan. Toen moest de stuwdam komen, die mensen moesten verhuizen. Ja, toen hebben ze alles vol laten lopen. Maar de kerkstoren, die staat er dus nog steeds. Dus dat is wel heel uniek. Nou Chris, conclusie. Ja, de reis zit er alweer op. Ja, jammer. Jammer hè? Ja, ik vond het echt heel leuk. Weer, want ik ben hier al vaak geweest, maar ik hou gewoon van dit soort gebiedjes. Ja, snap het. Het is heel familievriendelijk. Kijk, het is niet heel groot. Je gaat hier geen kilometer skiën. Nee. Maar daarvoor moet je hier ook niet komen. Het is hier gewoon heel ja, kneuterig, gezellig, rustig. Ik vind het wel lekker dat je die combinatie kan maken. Weet je wel, dat je nog even de grens over kan, dat je even een dagje wat anders kan doen. Ja. Daar vind je echt rust, wat mij betreft. Ja, echt. En nou dus heb je de faciliteiten, ja. Veel hotels natuurlijk, maar hier, ja, hier in Italië vind je rustiger. Vind dus je die combinatie is echt goed. Ja, ja, ik vond het echt een topreis. En ben je nou benieuwd naar dit soort reizen, pakketreizen? Check dan even de website van Sunweb. Ja, ik kan je dit alleen maar heel erg aanraden. Ik heb er weer van genoten. Dat was het mooie. Tot de volgende. Tot de volgende keer.